In het kader van het initiatief Rijk van Nijmegen 2025 wordt op 27 september in de Cube een evenement genaamd De Marktplaats georganiseerd over economische initiatieven voor de regio. Antoine Driessen, directeur van Mede-initiatief Nemo Rabobank Nijmegen, legt uit wat Rijk van Nijmegen 2025 voor ogen heeft. We noemen het uh, Rijk van Nijmegen 2025. Met name het getal 2025 is gericht op de toekomst. Kijken naar de lange termijn, het is niet morgen of overmorgen, maar dus de lange termijn, waarin wij als bank, maar ook de hele regio graag willen investeren. Dat is één. En twee, de SER, die heeft Sociaal-Economische Raad Nederland. Die hebben een, 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 een aantal mensen, boegbeelden, CEO's van grote uh, bedrijven in Nederland, bij elkaar geroepen om richting 2025 de initiatieven, maatschappelijke initiatieven, ook te verwaarden tot een grotere economie. Als we kijken naar de marktplaats, is dit een uitvloeisel van een heel lang proces van een jaar. Uh, in dat hele proces zijn we begonnen met een onderzoek. En uiteindelijk zijn er nu 22 projecten op de marktplaats die verder uitgebouwd moeten gaan worden. Nou, voor de marktplaats voor de 27e roepen wij eigenlijk iedereen op die mee wil bouwen, doekracht organiseren. Mensen die zeggen: Ik wil bouwen aan één van de 22 projecten, die kunnen zich ook inschrijven via de site naar één van die projecten en kunnen meedoen. Nou, die deelname is echt gratis. Uh, wij zijn heel blij als mensen, ondernemers, bestuurders en, en burgers willen gaan bouwen. Op dit moment hebben al ruim 200 mensen zich ingeschreven. Wij verwachten. Ik verwacht eigenlijk 300 mensen daar. Zo fantastisch zijn. En echt die doelkracht daar gaat het door. Mensen die mee willen bouwen. Niet alleen de 27ste, maar ook daarna. En die krachttrekkers die zijn goed ingefluisterd hoe ze dat kunnen doen. Ze hebben ook een soort van training ge gekregen. Hoe bouw ik een community, een netwerk uit? Om die projecten verder te brengen. Nou, hier zien jullie alle 22 de, de projecten die 27 september ook uh, met uh, alle deelnemers worden besproken... en waaraan uh, gebouwd gaat worden. Startup Nijmegen is denk ik een heel mooi initiatief. Een platform wat, waar Dick Bos de kartrekker is... waar we proberen starters, uh, nieuwe bedrijven... maar ook groeiers, uh, eenpitters... maar ook uh, bedrijven die groeien naar twee, drie, vier mensen... proberen op te schalen, te versnellen in een eigen verdienmodel... Of om sneller naar de markt te groeien. Ik denk een heel mooi initiatief dat wij ondersteunen. Niet alleen met kennis en een netwerk. Maar ook financieel ondersteunen. voor de komende drie jaar.